Jonge journalisten zijn waarschijnlijk bang om mee te doen met het journalistendicté. Tot deze conclusie komt Neerlandicus Renate Sluisdom, die gisteravond een dicté voor journalisten in Suriname organiseerde. De taaldeskundige stelt dat de meeste deelnemers bij het dicté boven de 60 jaar waren. Ik denk dat ze bang zijn om fouten te maken. Ik denk dat ze zich schamen. Trouwens, sommige mensen hebben dat ook gezegd in de aanloop ernaartoe. Ja. Maar normaal, ik ga te veel fouten maken. Ik vind het heel jammer. Ik denk dat er een andere wind moet gaan waaien onder jonge Surinamers. Dan niet eens per se onder journalisten of zo. Maar jonge mensen moeten, aangemoedigd worden om aan dit soort dingen deel te nemen en fouten proberen te durven te maken. Sluisdom merkt verder op dat het organiseren van het dicté niet gemakkelijk was. Ze heeft zich behoorlijk moeten inzetten om zaken gedaan te krijgen en staat er dan ook niet op te springen deze wederom te organiseren. Allerlei dingen in Suriname gaan niet door, gaan te laat door, lukt niet. Voor deze energie, eerlijk gezegd, doe ik het niet meer. Maar het was wel een hele gezellige avond, een hele leuke avond. Alle mensen die er waren, hebben de hoop uitgesproken dat het in ieder geval volgend jaar weer wordt gedaan. Dus als ik mezelf de garantie kan geven dat het wat vlotter kan verlopen, dan wil ik het graag nog een keer organiseren. De eerste prijs ging naar Erwin Witt, die al jaren schrijver van beroep is. De tweede plaats is voor Vanessa Zeefuik, die geen traditionele journalist is. En de derde plaats ging naar Annelies Brinkman, een freelance journalist die al jaren verbonden is aan lokale en enkele Nederlandse mediahuizen.